Natuurinclusieve landbouw is eigenlijk boeren met biodiversiteit. Dus met natuurinclusieve landbouw zet je de natuur aan het werk op je bedrijf. Door goed voor de grond te zorgen, dat insecten, plaaginsecten te lijf gaan. Maar natuurinclusieve landbouw betekent ook dat je gastvrij bent voor soorten die daar leven. Bijvoorbeeld weidevogels, een plek bieden waar ze kunnen leven en waar ze zich kunnen voortplanten. Ik ben Anne van Doorn, ik ben coördinator en projectleider. Natuurinclusieve landbouw bij Wageningen Environmental Research. Ja, kringlooplandbouw, dat is eigenlijk een op een slimme manier omgaan met je grond, door goed voor de grond te zorgen, met je grondstoffen, door het kringlopen te sluiten en door slimmer om te gaan met je dieren. Dieren te laten doen waar ze goed in zijn, namelijk gras eten en reststromen opeten en daar hoogwaardige producten van maken. En met de biodiversiteit in Nederland gaat het nu heel erg slecht. Wat we zien is dat populaties van akker- en weidevogels, maar ook van insecten zoals vlinders, echt in een rechte lijn naar beneden gaan. Kijk, wat je ziet is dat boeren eigenlijk alleen betaald krijgen voor de productie die ze van hun land afkrijgen. En waar ik mee bezig ben is om te kijken in keten en beleid hoe boeren beter beloond kunnen worden voor biodiversiteit. Ja, we lopen op een akker van het bedrijf van Wim Stegeman. Dat is een akkerbouwer in Lelystad. Hij beteelt zo'n 65 hectare met aardappels, spinazie, peterselie. En hij heeft ook een vogelakker. Vogelakker is ervoor ontwikkeld dat hij juist voor de grauwe kikkerdief en de veldleeuwerik dat hij goed kan broeden. Oké, ja. Dus de veldleeuwerik. Ja. Oh, wat goed, hè? Oh, prachtig. Op de vogelakker. Ja, natuurinclusieve landbouw is zo belangrijk omdat we in de toekomst gaan we steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. We krijgen steeds vaker te maken met weersextremen, zoals de droogte van afgelopen zomer. En daarom hebben we een voedselsysteem nodig wat tegen een stootje kan. En dat bereik je door diversiteit, biodiversiteit op je landbouwbedrijf. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog gewoon de internationale verplichting om bepaalde soorten, zoals de grutto en de veldleeuwerik, te behoeden voor uitsterven.